die mensen. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel om naar de dokter toe te gaan. Want meestal als je daar naartoe gaat, dan is er iets niet goed. Alleen wat al helemaal vervelend is, is als de dokter dan ook nog eens slecht is. Dit zijn 10 dingen die je als dokter niet moet doen. Dokter, dokter. Ik heb een probleem. Ik heb mijn benen per ongeluk afgesneden. Wat moet ik nou doen? Ja. Hier, valt wel mee. Pleistertje erop, paracetamolletje. Ja, gaat wel over in een weekje. Oké. Koen Brouwer. Met een SOA. Koen Brouwer met de SOA. Genitale vratten, ongeveer zo groot. Grootte van een ei. Koen? Koen Brouwer? Ja, jij bent Koen toch? Nee. Ja. Koen Brouwer. Nee. Ja, dat ben jij. Ik heb zelfs een foto van jou. Hier, kijk. Ben jij toch? Ja, dit is Koen toch, jongens? Ja. Dit is Koen. Ja, dat ben jij. Ja, ik heb trouwens ook nog een foto van zijn genitale vratten. Hier, dit is hem sowieso toch? Oh, ik zie het al. Uit de kom. Nee, in de kom. Ik zit vast. En daarnaast heb ik ook nog last van een verstopte neus. Oh, een verstopte neus. Dan gaan we hem toch even samen zoeken. Snap je dit? Oh meneer, dan ga ik even uw reflexen testen. Oh, trouwens, ik moet nog even... Sorry hoor. Nee, ik hoor geen koorts. Ja, 3 weken zwanger al. Ik heb het idee dat het mijn nier is. En dat denk ik omdat als ik heel veel water drink, wordt het minder. Maar ook weer niet altijd. Dus ik weet niet precies wat het is. Maar ik weet wel zeker dat het iets met mijn nier te maken heeft. Saai. En de ene week heb ik er geen last van. De andere week wel. Soms heb ik er een maand geen last van. Maar soms kan ik gewoon bijna niet bewegen. En moet ik gewoon liggen en wachten totdat de pijn minder wordt. En dat is gewoon... Ik heb niet echt het idee dat u naar me luistert. Hallo? Zo, wat een mooie venusheuvel. Wow, en die fornixuterie. Dokter Hagens? Goedemiddag mevrouw. Meneer. Zo, meneer Brouwer is het toch? Mhm. Oh, wat erg! Wat is er? Oh, nee, dat meen je niet. Oh, wat erg zeg. Dokter? Oh, meneer Brouwer. Dit gun ik zelfs mijn ergste vijand niet. Zuster! Zuster! Dokter, wat is er? Ja, verschrikkelijk hè, verschrikkelijk. Ik moet het doen. Ik hou me niet tegen, ik ga het doen. Dit gaat even pijn doen, meneer. Meneer, dit gaat echt heel veel pijn doen. Het spijt me alvast, oké? Ik kan het niet aanzien, Ja, operatie geslaagd. Zo, Zo, hallo jonge dame. Kom jij hier vaker? Oh wacht, dat kan ik natuurlijk gewoon in je dossier zien. Ja, je komt hier vaker. Hallo. Hoi meneer, zegt u het eens. Ja, nou ik heb gisteren dus mijn teen gestoten en het doet toch wel een beetje pijn. Dus ik dacht ik ga gewoon even naar de dokter om te checken of het wel oké is. Slim, dan gaan we die amputeren. Wat? Meteen? Nee, je hele been!
Ja, ik ben gewoon ontzettend verkouden. Dan heb ik het perfecte product voor u! Hier, deze neuspray. 2 voor de prijs van 2. En we hebben ook nog deze heerlijke paracetamolletjes. Gebruikt een paar, maar daar zit er nog 1 in. Helemaal voor u. Gratis en voor 10 euro. En deze gepatenteerde pillen. Heerlijk om in te nemen. Werken perfect. Binnen 3 dagen bent u weer helemaal beter. Kijk de ervaring van deze mensen. Ik had de pillen een paar dagen geleden geprobeerd. En het werkte direct perfect. Nee, ik kon het niet meer zonder de pillen. De pillen zijn geweldig. Ja, de pillen, ja. Dat vond ik toch wel echt het geweldigste uit mijn leven. U kunt het nu kopen bij alle apotheken bij u in de buurt. En ik wil Brendan heel erg bedanken dat we hier achter in deze toffe locatie konden opnemen. Maar ik wil ook zeer zeker deze 2 gasten bedanken. Ze hebben een YouTube kanaal. Hoe heet het? Lieve Beta! Zeer zeker even kijken en abonneren. Je mist echt iets als je het niet kijkt. Dat is super vette content, echt waar. Ik kom ook heel eventjes voor in een nieuwe video van hun. Terug naar de studio. De winnaar van deze kaartjes uit de vorige top 10 is geworden Cas van Dijk. En wil jij nou dit mondkapje uit de video winnen? Hij is echt heel veel waard, want hij heeft onder mond van Marit heen gezeten. Laat dan hier beneden in de reactie weten wat jij slechte acties van doktoren vindt. En like deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Later!